makers brengen deze zomer, waar u ook bent, te land, ter zee of in de lucht, op goed geluk, Sweethearts, te land, ter zee en in de lucht, Elf, Allo Allo, In the Heat of the Night, Hollywood Boulevard en nog veel meer. Mis het niet, lees er alles over in Troskompas. Een jaarabonnement kost 55,45. Maar als u nu belt, ontvangt u Troskompas voor 1 tientje tot 1 januari 1991. 020 58 58 000. Liefste, ga met me mee. Ik sta in zwembroek voor je klaar. Tropenlokken, dus reizen maar. Heeft u dit gezien? Niet? Kijk dan vrijdagavond om 20:30 en doe mee met Sweethearts. Proost, tot vrijdag, Tros TV 2. Aanstaande vrijdagavond om 20:50 bij de Tros op TV 2. Een nieuwe aflevering van Te Land, Te Zee en in de Lucht. Dan de aflevering Hoog en Droog. Het wordt heel leuk, dus allemaal kijken. Aanstaande vrijdagavond 20:50 bij de Tros op TV 2. Ja, in Tros Actua hebben we het zometeen over de omvangrijke harsteelt in ons land. Over het ernstig vervuilde zwemwater van de Middellandse Zee. En over logeerhuizen voor geestelijk gehandicapte kinderen. Tros Actua, over een paar minuten. Blijf kijken. Morgen op TV 2 bij Veronica vanaf 20:30. Hits en artiesten van eigen bodem in Nederland Muziekland. Dit keer vanuit Noordwijk. Live actualiteiten en up-to-date nieuws in Nieuwslijn. Met Elsemieke Havenga en Han Zeemans. Mike Torello krijgt de opdracht een ontsnapte gevangene op te sporen in Crime Story. Mooie meiden en dito-reportages in het erotische programma The Pin-Up Club. En om 5:10 de komische serie Marriage with Children, waarin huizen Bundy geteisterd wordt door een muizenplaag. Peggy is natuurlijk helemaal overstuur. Al Bundy besluit heldhaftig de muizen zelf te verjagen. Maar of hem dat echt goed lukt? Kijk zelf morgen op TV 2 naar Veronica. Romantisch, zo'n huwelijksaanzoek. Maar ja, het komt wat mij betreft een beetje ongelegen, want ik wou u eigenlijk net gaan vertellen dat ik op zoek ben naar kandidaten voor mijn nieuwe programma Love Letters. Als je van plan bent om je vriend of vriendin binnenkort een huwelijk te vragen en je wil dat niet tijdens het gehaktbraden of het tandenpoetsen doen, maar juist op een hele originele en romantische manier, schrijf ons dan een briefje. Dan helpen wij je met het uitvoeren van dat idee en ben je meteen kandidaat in een fantastisch showprogramma waar je hele grote prijzen en een echt sprookjeshuwelijk kunt winnen. Dus nog één keer, wil je je vriend of vriendin op een bijzondere manier ten huwelijk vragen? Schrijf een briefje met ideeën naar Tros Love Letters, postbus 1997, 1200 BZ in Hilversum. En zeg natuurlijk niks tegen je partner, want het moet wel een verrassing blijven.